Stel je een klas voor met leerlingen met enorm veel verschillende ondersteuningsbehoeften. Leerlingen die leren in kleine stapjes, leerlingen die behoefte hebben aan veel structuur of juist heel veel autonomie, leerlingen die nog veel moeten spelen of die vaak even één op één contact nodig hebben met de leraar. En ga zo maar door. Toen ik in ons onderzoek vroeg aan leraren van hoe doe je dit eigenlijk met al die verschillen in je klas, zeiden alle leraren dat kan ik omdat ik een ondersteuner heb. En daarover ga ik graag met jullie in gesprek op ResearchEd. Hoe werk je als leraar en ondersteuner samen, zodat alle leerlingen tot hun recht komen? Wat werkt niet? Aan de hand van de ervaringen van leraren en ondersteuners in geïntegreerde scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, kijken we naar de do's en don'ts van teamwork in de klas op weg naar inclusiever onderwijs.